Dames en heren, dit slaat nergens op. Ik open mijn Brawl Stars, ik klik op de shop, iets wat ik elke dag doe, vraag me niet waarom. En ineens zie ik een gloednieuwe knokker. Maar niet zomaar een knokker. Nee, dit is de allerduurste knokker van het hele spel. 24 euro voor een kreeft. Een kreeft. Bro, hoe goed moet deze wel niet zijn dan? Ik wil hem. En daarom doe ik vandaag de One Kill Challenge. Yes. Ik mag maar één persoon killen in het potje en moet de win pakken. Ja, dit is best wel een hele lastige challenge. Maar dit is dan ook de allerduurste knokker in de game. Dus ik moet maar gewoon mijn best gaan doen. Oh, oh. Weg, weg, weg. Ik mag hem niet killen. 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 Healen, healen, healen. Oprotten, oprotten, oprotten. Ja, ik mag hem niet killen. Ik mag... Lekker dit, joh. Misschien moet ik gelijk agressief spelen en gelijk de bosjes in gaan. Even wat punten pakken. Ah, pas op, pas op, pas op, pas op, pas op. Hier, ik ga niemand killen. Ik kill helemaal niemand. Ik kill jou niet, ik kill jou niet, ik kill hem niet, ik kill hem niet. We gaan niemand killen. Ik pak alleen de krachtpunten. Boom, die zijn van mij. En nu moet ik weg, nu moet ik weer weg. We gaan niemand killen, want ik bewaar mijn kill voor het einde. Oh, ga weg, ik doe hem alleen even wat damage en nu ben ik weg. Oké, ik ben weg hier. Het is te gevaarlijk hier. Het is te gevaarlijk. Boom. Healen, healen, healen. Weg hier, weg hier. Oké. Ik leef nog, ik leef nog. Dit was enorm risicovol, maar ik heb 4 krachtpunten. En nog steeds geen kill. Dat is best wel een wonder. En nu moet ik gewoon lekker afwachten. We gaan wachten tot er nog maar 1 iemand over is. En dan moet het gebeuren. Dan pak ik mijn enige kill die ik mag pakken. Oké, ik pak het midden, ik pak het midden. Nice. Dit is top, dit is top. Yo, nog 3 mensen. Gaat het gebeuren? Gaat het gebeuren? Oh nee, een kit met 5. Een kit met 5. Weg, weg, weg. Ga weg, ga weg. Oprotten, oprotten. Ik doe lekker niks, ik doe lekker niks. Ga weg, ga weg. Oprotten, ik zit er precies tussenin. Ik zit er precies tussenin. Dit is niet goed, dit is niet goed. Ik mag natuurlijk wel damage doen. Dat ga ik ook zeker doen, want ze moet even oprotten. Kom op, ga Akano even killen, joh. Wat is dit nou? Wat is dit voor intens potje? Kom op, kill mekaar. Kill mekaar. Schiet op. Ja. Oh, ze teamen. Bro, ze teamen. Dit meent toch niet? Dit meent toch niet? Kill mekaar, kill mekaar, kill mekaar. Ja, dit is toch... Waarom teamen jullie nou, man? Wat een trieste speler, zo. Jongen, jongen, jongen. Huh? Dit maakt alles goed. Mythisch, kom op. Knokkertje, knokkertje. Het is skin! Let's go! Oké, uit het niks krijg je een skin. Hey, top. Yo, zit er oprecht niemand in het midden? Dit meen je niet. Bro, dit meen je niet. Oh, zit hier een Piper? Ga weg, ga weg, ga weg, ga weg. Ga weg. Geef alles aan mij. Yo, ik heb er zoveel. Ik heb er zoveel. Niemand naar het midden. Hoe kan dit? Oké, 9 krachtpunten en we gaan nu chillen. Oké, iedereen zit in de bosjes. Iedereen zit in de bosjes. Hoe gaan we dit nou doen? Hoe gaan we dit doen, bro? Bro, ja, ik moet. Dit is toch niet normaal, bro? Dit is insane. Dit is niet te doen, deze challenge. Weg hier. Ik ben dood. Ik ben zo dood. Ik ben zo dood. Oh! Nee! Nee! Yo, je kan deze challenge oprecht beter het kat-en-muisspel noemen. Want ik ben alleen maar aan het rennen voor mensen. Ik weet dus echt niet wat slim is om te doen. Moet ik nou juist agressief spelen en in het midden zitten en mensen zoals nu damage doen? Of moet ik de hele tijd in een hoekje zitten? Nee, oké. Oeh, dit kan natuurlijk ook. Ik kan natuurlijk ook teamen, ja. Want ik merk nu al dat dit een moeilijke challenge is. Ja, hé, we zijn team. We zijn team. Hier, Vinky. Voor jou, jongen. Hé, alleen omdat ik deze challenge doe, wil ik met je team. Anders zou ik het niet doen, want ik vind team heel vies. Maar ik heb een maatje nodig in het avontuur. Kom, we gaan de bosjes in. We gaan mensen killen. Ik ga het doen met mijn maatje. Mijn maatje gaat die mensen killen. Ach, ik ga hem helpen. Ik ga hem helpen. We moeten hem stoppen. We moeten hem stoppen met zijn team. Kom op. Ja. 1, 2. Boom. We raken hem. Kill hem. Nee. Oh, hij loopt er nog. Ik moet hem killen. Dit is mijn enige kill die ik mag pakken. Ik ga hem nu killen. Ik moet hem killen. Ik heb hem. Dit was heel dom. Ik mag geen kill meer pakken. Ja. Wat moet ik dan doen? Wat moet ik doen? Maar hey, 1 voordeel. Ik ben wel omhoog in Mastery. Dus ik krijg er wat credits erbij. Oh, en trouwens, dit heb ik allemaal nog niet laten zien. Maar ik heb meer dan 30.000 trofeeën. Let's go, baby. Yup. Het is me eindelijk gelukt. Ook al sta ik nog steeds onderaan in mijn eigen club. Maar dat maakt niet uit. Pak het. Oeh, die zijn lekker voor mij. Ga weg. Yes, ik heb er 5. Dit is top. Oh, ze vechten in. Ja, oh, ik wil zo graag de kill pakken. Geef me alsjeblieft de kill of zo. Maar er is nog iemand anders. Ja, kill mekaar. Kom op. Dit moet hem worden. Oké, ik ga er bijna op. Ja, ja. Boom. Ja, boom. Kom op. Boom. Let's go. Hehe. Eindelijk, ik heb hem. Goed, we zijn al een stap dichter bij deze ongelooflijk dure knokker hier. Ik heb namelijk de challenge nu voltooid met een close range knokker. Maar ik moet het ook nog doen met een long range knokker en een thrower. Dus een knokker die gooit. Snap je? En daarom heb ik nu voor Mandy gekozen. Ja, Mandy is natuurlijk een sniper knokker. En ik mag niemand killen, dus ik moet oppassen. Even mijn super opladen. Ga weg, ga weg,
Ga weg, ga weg. Ik moet hem killen, ik moet hem killen. Ja, ik mag niemand weer killen. Nee, ja, kill me maar, het boeit me toch niet. Oké, weet je wat? Ik ga hem chillen in de hoek. Ik ga hem chillen in de hoek, zodat ik niemand tegenkom en ik dus ook niemand kan killen. Want dat mag niet, want... Oh, yes, yes, kijk, dit bedoel ik. Lekker afwachten en iedereen gaat vanzelf dood. Dus nu is het mijn moment om toe te slaan. Waar zit deze persoon? Ik weet het niet. Ik heb een long range knokker, dus ik wil niet die bosjes in. Ik heb ook maar twee... Oh, nee. Het is een 8-bit met 9. Dit moet ik heel sneaky spelen. Kan ik hier doorheen? Ik kan hier doorheen. Nee, ik ga doen. Boom! Oh, ik raakte hem. Oh, nee. Nee. Die. 1, 2, boom. En er doorheen. Boom! We hebben hem. Boom. Twee potjes had ik nodig. En klaar. Oké, twee van de drie potjes gehaald. Maar nu komt de laatste. En ik denk ook wel de moeilijkste. We gaan met Barry spelen. Ja, je hoort het goed. Met Barry. En ik zeg je heel eerlijk. Ik vind Barry best wel heel erg goed. Maar op deze map is hij denk ik wel wat minder. Ik zie ook... Oh, oké. Weg. Ga weg. Oh, wat ik wilde zeggen. Barry is normaal gesproken best wel goed. Maar op deze map denk ik echt een stuk minder. Omdat ik bijna geen obstakel zie. Deze map is nogal open. Dus daar moet ik best wel voor oppassen. Oh nee, deze wil ik. Die wil ik hebben. Geef mij die boksen. Oké, hoe gaan we dit aanpakken met Barry? Want ik heb echt geen idee hoe ik met hem kan winnen. Want je moet uiteindelijk naar het midden. En dat is kloten. Oh nee. Ga weg. Oké, ik heb niet eens tijd om een super in te zetten. Top! Geef mij, ga dood. Ga bijna dood. Niet helemaal doodgaan, maar wel bijna doodgaan. Goed. Oh, daar komt hij. Nee, weg hier. Oké, ik zit hier te chillen. Ik chill hem. Ik wil wel even mijn super hebben, dus geef me even mijn super, please. Oké, oh nee, daar komt hij. Deze man, daar komt hij. Hit hem. En mezelf healen. Dit is goed. En nu weer weg hier. Oké, ik chill hem hier in de bosjes. Ik heb 3 krachtpunten. Dit moet te doen zijn. Let's go. We got this. Oh, er is een kid met 10. Dit meen je niet. Oké, ik blijf hier lekker zitten. Ik blijf hier lekker chillen. Net wat naar voren. Kom op. Au. Oké. Oh, die kid komt er nu aan. Die kid komt nu op mijn springen, denk ik. Toch niet. Oké. Hij is dood. Oké. Hoe gaan we dit doen? Oké. Blijf schieten. Hoe ga ik dit doen? Ga weg. Oh, kill hem. Dit kan. Hij is low. Kom op, alsjeblieft. Ga dood. Oh, dit is zo na. Hij komt nu uit de bosjes. Hij komt nu sowieso uit de bosjes. Blijf schieten. Hoe ga ik dit doen? Ga weg. Hij is low. Kom op, alsjeblieft. Ga dood. Oh, dit is zo na. Hij komt nu uit de bosjes. Hij komt nu sowieso uit de bosjes. Waar zit hij? Hij zit hier of niet? Of zit hij daar? Hij zit sowieso daar. Ik weet het niet. Dit is zo eng. Ik heb een thrower. Dat weet ik veel, man. Wat is slim. Kom op, kill hem. Dat staat eraan te komen, hè? Zo dichtbij, man. Jongen. Deze strategie werkt toch best goed, maar ik ga nu eens proberen... Oké, ik chill hem weer in de bosjes. Niemand die me doorheeft. Ik wil deze echt winnen, want die Clancy, die moet ik hebben. Showdown. Hoe gaan we dit doen? Ik heb maar 2. Ik heb 2 krachtpunten. Maar ik heb natuurlijk wel mijn super, dus ik kan ontsnappen als het moet. Weet je wat? Ik ga aanvallen. Let's go. We gaan gewoon aanvallen. We gaan het zien. Oh, nee. Daar is hij. Een kid met 14, wat kan ik ook doen? En hey, ook mijn Barry is rang 3 in brons, waardoor ik weer extra credits krijg en Chuck ondertussen aan het ontgrendelen ben. Oh, nee, oh, wat ben ik blij dat hij er weg ging. Oké, nu moet ik zelf weg hier. Weet je wat, hit me maar, daardoor laat ik natuurlijk mijn super op, wat natuurlijk echt top is. Oké, nu zit ik wel een beetje vast, nu heb ik wel een beetje een probleem. Wat ga ik doen? Ja. Kom op. Niet teamen. Oh, ze gaan teamen. Bro, waarom teamen? Ik heb hem wat... Ik ben ontdekt. Ik wist het. Er gaan twee mensen dood. Er gaan zoveel... Wat? Er gingen twee tegelijk dood. Dit is van mij. Oh, nu heb ik het midden ook. Oké, ik weet niet of dit slim is. Want ik mag maar 1 kill pakken. Oh nee, daar komt iemand. Oh, ga weg. Oké, dit moet hem worden. Weet je wat, ik ga toch weg hier. Ik ga hier lekker zitten. Want mensen gaan sowieso in het midden blijven. Hier, kijk, dit is nog beter. Top. Oké. Nu moet het gebeuren. Ik mag maar 1 kill pakken. Alsjeblieft, kom niet hier. Oh ja, ga weg. Bro, ga weg. Stop nou. Ga dood, ik moet hem damagen. Ik damage hem gewoon. Oké, niet doodgaan. Ik mag maar één kill pakken. Kill elkaar. Nee. Weg hier. Oh. Ja. Ik mag hem niet killen. Ik killde er twee. Dit mag niet. Ik killde er twee. Ja, ik killde ze beiden. Nee. Oké. Top 3. Dat doen we niet door. Ik chill hem. Oké, ik ga er nu in. Ik ga er gewoon in. Let's go.
Waar zit deze guy? Waar zit deze guy? Dit kan ik winnen, dit kan ik winnen, dit kan ik winnen. Boom. Kom op, kom op, kom op. Kill hem. Boom. We hebben hem. We hebben hem eindelijk. Na een half uur hebben we eindelijk de thrower gehaald. En dat betekent challenge 3 van de 3 gehaald. En ik mag de duurste knokker in het spel kopen. Oké, Clancy de Kreeft. Kom maar binnen. Oh, wacht. Ik moet nog even afrekenen. Scannen zo. Top. Dankjewel. Mooi. Gaat €24. Au. Oh. We hebben hem. Ja hoor. En hij is natuurlijk mythisch. Nou ja, dat verwacht ik ook wel voor die prijs. Eigenlijk verwacht ik daar wel 2 legendarische knokkers voor. Maar hey boeien, we hebben hem in ieder geval te pakken. Maar nu is er nog 1 challenge die ik moet halen. Ik moet een potje winnen met Clancy en ik mag maar 1 kill pakken. Als ik dat doe, dan krijg ik een megadoos. En die wil ik natuurlijk. Er is alleen 1 nadeel. Hij is kracht 1. Ja. Dus ik doe nu heel weinig damage. En ik heb ook vet weinig HP zoals je ziet. Hou pas op, pas op. Ik ga nu al bijna dood. Ik ben bijna in 1 hit dood. Oké, let's go. Het gaat gebeuren. Het gaat nu gebeuren. Boom. Ik moet naar het volgende level. Let's go. Boom, naar het volgende level. Zonder iemand te killen. Ik mag ze niet killen. Ah, ik ben weer bijna dood. Oké, er zijn nog 2 mensen. Wat doet deze super? Ik schiet die super. Het doet iets. Kill hem niet. Ik moet hem niet killen. Ik ben level 2. Oké, let's go. Dit is top. Ik heb hem bijna gekilled. Kill mijn kade maar. Kijk, die schiet nu steeds 2 keer. Dus ik kan 2 keer zoveel damage doen nu. Kijk, oh, dit gaat gevaarlijk worden. Oppassen. Ja, goed zo. Kill mekaar. Nee, ik kill hem. Nee. Ik mag hem niet meer killen. Hoe ga ik dit doen? Oké, de zone moet hem killen. Healen. Kom op, zone. De zone moet hem killen. Gaat de zone hem killen? Dat is de vraag. Ik ben zo dood. Zone, kill hem. Bijna. Oké, dit moet hem worden. Let's go. Beetje damage doen. Niet te veel. Ja, dit is zo klote. Oké, ik heb 10 cubes. Dit moet lukken. Ja, kill mekaar. Goed zo. Kill mekaar maar. Ja, wat doet die Henk? Die Henk is echt one hit de hele tijd. Die man die wil gewoon niet healen, die Henk. Hij wil gewoon niet healen. Oh nee, pas op. Nu moet ik oppassen. Au, dit gaat pijn doen. Ja, hoe gaan we dit doen? Au. Ja, dit kan toch niet? Ga dood, man. Jongen. Ja, oké, dit telt me niet. Zo, ik heb het hele potje niks gedaan. Omdat ik anders per ongeluk iemand kon killen. En nu gaat het gebeuren. Oh, hij heeft de 11. Dit gaat oprecht wel moeilijk worden. Nee. In twee hits ben ik dood. Dit gaat hem niet worden. Dit gaat hem weer niet worden, bro. Niet ook nog de beer. Super erop. Ja, ik heb hem ook nog. Jongen. Lekker gedaan, Kreeft. Mooi, top. En dat betekent maar 1 ding. Ik heb nog een mega doosje verdiend. Wat zit erin? Alsjeblieft, laat het... Heb ik daarvoor 3 potjes gespeeld? Heb ik zo mijn best gedaan voor 2 items? Top, dankjewel voor het kijken. Check de video naast je, abonneer op mijn kanaal. En tot de volgende keer. Dikke doei, dikke later.